klaar voor terug. Zo, dit is de Kruisherenkapel in Uden. Prachtige trouwlocatie, werkelijk prachtig. En ik heb Steven en Erika getrouwd. En Steven en Erika zijn te gek. Zij hebben elkaar leren kennen tijdens carnaval. En als je aan Steven en Erika denkt, denk je ook aan carnaval. En carnaval en bier en wijn en kaasjes en carnaval. En het was echt, we hebben heel hard gelachen. En het leuke is, ze hadden een soort thema rondom hun bruiloft. En het thema dat heette gooien met rijst. En ook op de trouwkaart staat gooien met rijst. En eigen website gooienmetrijst.nl. En ze hebben dus net ook gewoon echt met heel veel rijst staan gooien na de ceremonie. En die arme man daar, ik weet niet of je hem ziet in de verte, die staat nu te stofzuigen. Maar ik denk dat hij er vanavond nog staat. Want het was echt heel veel rijst. Geweldig veel leuke mensen in zo'n grote kapel. Het waren er 100. En iedereen was enthousiast. Dus ik kreeg net... Ik werd overladen door complimenten. Dus ik zit hier nog een beetje zo na te genieten van al die leuke dingen. Ik hou van Brabanders. Het is zo gezellig hier. En iedereen is zo blij en enthousiast. Het is echt... het voelt een beetje als thuiskomen. Dus misschien moet ik hier maar naartoe verhuizen. Anyway, ik ga nu naar Groningen, waar ik Janneke en Edwin mag trouwen. Ook al zo'n leuk bruidspaar. Een heel ander bruidspaar. Maar net zo leuk. En die hebben weer een hele eigen verhaal, hun eigen vrienden, familie. En ik ga hup in de auto en die kant op. Oké, ik heb wel even getwijfeld. Ga ik dit verhaal delen in mijn vlog, ja of nee? Ik doe het toch. Want het is altijd fantastisch dit en fantastisch dat. Maar ik heb heus ook wel mindere momenten hoor. Zoals nu. Ik had echt heel veel tijd om vandaag van Uden naar Groningen te rijden. Het kon ook gewoon niet misgaan. Nee, ook al had ik 5 files en 2 lekke banden, dan zou ik nog steeds op tijd komen. Maar ja, ik weet dus niet wat ik heb gedaan toen ik op mijn gemakje naar Groningen reed. Maar waarschijnlijk was ik iets te veel op mijn gemakje. Want ik heb denk ik niet 1 of 2 afslagen gemist. Volgens mij heb ik er gewoon 4 gemist en... Ik stond opeens in Emmen. Emmen, weet je wel, daar bij de dierentuin aan de Duitse grens. Hoe dan? Echt zo onnozel. Echt zo dom. Ja, ik ben gewoon echt de blondie van de week. Dat sowieso. En ik schaam me een beetje. En het grappige is dus dat ik nu dus echt eigenlijk net ruim op tijd zou zijn. Dat ik er gewoon nu echt flink tegenaan moet rijden om mooi op tijd te zijn. Maar goed, het komt goed hoor. Ik zal mijn bruidsparen nooit teleurstellen. Dus ik ga eventjes heel hard gas geven. Op naar Groningen. Mooi is het hier, hè? Ik stress ze om maar op tijd te zijn in Groningen. Blijkt dat ze allemaal nog aan het diner zitten en dat ze nog lang niet klaar zijn en dat we eigenlijk alle tijd van de wereld hebben. Ik had het kunnen weten. Het is eigenlijk altijd zo bij een avondceremonie dat het diner een stukje uitloopt. En wat maakt het uit? Weet je, als je je eigen trouwambtenaar meeneemt en je zit niet vast aan de regeltjes van de gemeente, dan kun je alle kanten op. Ik wacht wel, ik zit nog even heerlijk hier in het Noorderplantsoen in Groningen, mijn studiestad. Ik voel me helemaal thuis hier. Ik wou dat jullie erbij konden zijn zometeen. Het wordt wel echt heel erg leuk. Het wordt echt weer heel erg leuk. En dat, eigenlijk moet je het gewoon een keer meemaken om te zien hoe het gaat. Het is zo anders dan een standaard trouwceremonie die je misschien gewend bent. En ik heb zo vaak ouders en ooms en tantes die zeggen van ja, dit was vroeger niet zo. Nee, dit klopt, maar het is eigenlijk nog steeds niet zo. Wat ik doe is zo anders dan hoe een gewone trouwambtenaar trouwt. Dat kun je eigenlijk niet vergelijken. Ik maak er echt een show van het bruidspaar. Ik zal nooit een verhaal vertellen over de schilderijen aan de muur of de historie van de trouwlocatie. Nee, het gaat echt alleen maar over het bruidspaar. Ik zal ook nooit vertellen hoe de liefde werkt. Liefde is als een boot en hoge golven, bla bla bla. Nee, ik weet ook niet altijd hoe de liefde werkt. Maar ik weet wel dat de liefde heel mooi is. En ik weet ook dat als 2 mensen zo gek op elkaar zijn dat ze willen trouwen. Nou, dan wil ik erbij zijn hoor. Dat is toch het mooiste wat er is? Die overtuiging? Wauw. Dus daarom ben ik trouwambtenaar geworden. Ik hou van de Nederlandse taal. Ik hou van spreken. Ik hou van interviewen. Ik hou van schrijven. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat de mensen die aanwezig zijn gewoon denken gaandeweg de ceremonie van... Potverdorie, deze 2 mensen moeten gewoon trouwen. En wel nu. Nou ja, en dan gaan we trouwen. Dat gaan we dus nu ook doen. Dus ik zeg tot volgende keer.